Lena, je hebt vandaag getekend voor de RAFC Ladies. Vertel eens, blij hier te zijn? Ja, dat klopt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, een fandag zoals dit. En tot nu toe bevalt me heel goed. Er zijn veel supporters. En ik merk ook aan de supporters zelf dat ze echt voor een club gaan. Het zijn echt leuke supporters, ja. Maar je bent dus een Nederlandse-Turkse, als ik dat goed zeg. En je komt zelfs uit voor de nationale ploeg van Turkije. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb, op dit moment heb ik 4 interlands op mijn naam staan. En in augustus, eind augustus, dan zal er een wedstrijd komen tegen Engeland. Dus ik wacht op mijn uitnodiging. Ja, wat verwacht je van dit seizoen? Ja, het is een hele nieuwe ploeg ook. Het zijn echt allemaal nieuwe meiden ook weer bij elkaar. Ja, er zijn er weliswaar 10 mensen van Beerschot, die hebben met elkaar samengespeeld. Maar ja, dit is gewoon een open seizoen. Ik zou het niet weten. Maar we gaan er wel zeker voor om onze doelstelling is bij de eerste 8 te eindigen. Ja. Ja, ken je Emmo eigenlijk al? Want toch al een verleden in Nederland en ook een Turk? Ja, nee, eigenlijk niet. We hebben vandaag pas elkaar leren kennen. Dus ik ken hem voor niet. Nee. Ja, Emmo, wat verwacht jij van de RAFC Ladies dit jaar? Dat ze gewoon kampioen worden. Laat zo hoog mogelijk leggen dus. En moeten de goede voorbeelden aan ons geven. Okay. Ja, ga je zelf proberen te gaan kijken naar de ladies? Ik hoop van wel. Als ik een vrije dag kan hebben en dat ik niks te doen heb, kan ik wel eens een wedstrijd komen kijken. Ja. Hij moet komen kijken. Ja. Hij moet, ja. Ja. Want we rekenen ook op de Antwerp supporters om altijd aanwezig te zijn, of zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de wedstrijden van de ladies. Hè. Ja, daar hoop ik en ik reken er ook op, zeker. Ja. En we zullen er alles aan proberen te doen, zodat we meer supporters kunnen aantrekken tijdens de wedstrijden. Goed, bedankt voor het interview en tot binnenkort. Ja, dank u wel. Dat wordt knippen, maat. Ja.